Oh. Dit moet je niet zeggen. Wat boeit het nou? Ik ben Joy Beunen, schaatser bij Team Jumbo-Visma. En ik ben verliefd van Kjeld. Ik ben Kjeld Nuis, schaatser bij Team Regenborg. En Joy is mijn vriendin. En wij zitten in Helderpraat. Sowieso jij! Ja, is wel zo. Alleen als ik ziek ben. Dan normaal zijn, maar ik alleen als ik ziek ben. Mannengriep, hè? Ja, ja, ik wou zeggen. Oké, ik wel. Ja, als ik opsta, dan gaat het gelijk. Dat duurt bij haar. Heb ik al ontbeten, koffie gehad en gedoucht en dan sta jij nog... Dit is onzin. Dit is onzin. Ja, jij kan moeilijk opstaan. Ja, ik vind opstaan niet leuk. Ik ben wel ochtendmens. Je bent 10 jaar ouder dan jij. Nou en? Ik ben het meest volwassen hoor. Ja, je bent wel volwassen, maar ik ietsje meer. In welk opzicht? Dat ik ouder ben. Ja, dat is echt een hele slechte reden. Ja, ik ga me niet zeggen wat jij allemaal. Nee, dat klopt wel. Nee, zij eet echt super gezond. Heel veel groenten en ja, ik ook. Alleen... Wat ik maak. Wat jij maakt. Als ik alleen naar de supermarkt ga, is het echt pepernoten, chocola, kom ik thuis. Chips dan niet, maar jij moet het echt bijna voor mijn neus wegkapen inderdaad. Gisteravond nog gedaan. Ik ben snel bang. Ja. Ja. Wel goed doelwit om te laten schrikken thuis. Echt, die gaat helemaal door het geluid. Ja, maar jij gaat ook achter een trap liggen en dan gaat je misschien... Ik maak schoon. Ja, trots hierop. Nee. Ja, nee. Je kan echt goed opruimen. Ja. Maar er liggen wel echt 6 paar schoenen van jou. Maar jij hoeft er niet over te cyclen, want ik ruim het ook op. Dat ze ruimt het ook op. Nou. Ik mag niet eens 1000 vrouwen liken op Instagram. Dan ga jij helemaal. Dit moet je niet zeggen. Wat boeit het nou? Is ook... Oh, hé. Hey. Ja. Ik ben iets meer showen dan jij. Ja. Ik heb wel FHM shoot gedaan. Ja, je hebt wel FHM. Dat is wel, Dat was dan ook. Die was wel echt heel mooi. Ja, ik heb er maar één. Dat is een heel kleintje. Jij zit onder. Ja, ik ben een comic book bijna. Ja, maar ik vind je vingers. Ja, mijn been is echt super mooi. Ja, ik vind het ook wel dat jij er altijd leuk uitziet. Maar nee, jij vindt het alleen leuk dat ik er leuk uitzie als ik de deur uitga. Ja, want ik loop de hele dag in mijn joggingspak. Ja. Ja. Ja, maar ik ook wel. Jawel, maar jij doet wel ook thuis wat leuks aan. Ik ga gewoon in mijn joggingspak als ik gewoon een douche maak. Ja, dat is echt niet normaal. Allemaal van die Nederlandse kut-hip-hop en van die billenschuddingmuziek. Ja, maar als ik klinkt koken, allemaal hetzelfde. Als ik ga koken, dan vind ik dat gewoon leuk. En dan kan ik dan gewoon even lekker op koken. Ja. Alleen, dan zeg ik ook al van tevoren, don't judge. Kom on. Jij bent 5 keer wereldkampioen junior. Ik heb niet eens aan de WK junioren meegedaan. Maar ja, ik werk gewoon harder, waardoor ik meer bereik nog. Als jij dat nou ook even gaat doen. Ik zeg altijd, trainen is voor talentloos, dus ik ga nog maar even een stukje. Dat zeg ik altijd. Maar je hebt wel talent, maar het komt vanzelf. Ik? Jij geeft mij de meeste. Ja, sowieso. Ja. Omdat je er ook vaak leuk uitziet. Dank je. En ik in mijn joggingbroek zo licht denk, die ziet er echt mooi uit. Aan wat dan? Kleding. Oké, zij. Ja, waar krijg jij geld van uit? Nee, ik krijg mijn kleding. Ja, hij krijgt alles. Wat een onzin. Ik koop. Ja, zo waar. Ik koop boodschappen, ik koop mijn eigen kleding. Lees ons verhaal en de nieuwe helden.